Tijd van Lidwina's leven gebeurt van het goddelijke.
moest zij hem, Christus, gelijk worden, die in het uur van de dood uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het was die gelijkvormigheid met Jezus die haar uiteindelijk, in die zware ogenblik gelukkig maakte. Dus het was Gods veranderheid die haar gelijk maakte aan Jezus. En dan maakte haar uiteindelijk toch gelukkig. Nou, dat is een vorm van lijden. Maar dat sluit straks op terugkomen. Wat om te beginnen, maar even zo neerzetten. Voor Titus Pansma was het lijden, zoals voor ieder mens, natuurlijk niet onbekend. Niemand ontsnapt eraan. En bij Titus leek het soms in de oppervlakkigheid van het leven soms wel zo dat alles nog van een leienbakje ging. Maar dat lag vooral aan zijn opgewekte, vriendelijke aard. Een collega hoort leraar zei later: hij repte nooit over zijn gezondheid, terwijl wij er wel van wisten hoe wankel die was, bedoelde ik. Dus Titus heeft zijn hele leven moeten omgaan met zijn zwakke lichamelijke gestel. Tijdens zijn studietijd in de hoven moest hij een paar maanden in bed houden, zo uitgeput was hij. En later, toen hij in Os woonde, uit het lijf riep voor allerlei projecten, trof zijn moeder toen ze op zoek kwam en volstrekt en helemaal uitgeput aan. Hij had een kwetsbare maag, 4 keer een erge maagbloeding gehad, kwetsbare blaas, waar hij zeker in gevangenschap heel veel pijn aan had. Over zijn geestelijke leven en wat daarin gebeurde en wat hij daarin te verwerken had, heeft hij zich nooit uitgelaten. Maar in een mystiek, een geschrift over de mystiek, schrijft hij, ik las het al eerder voor: het zou zeer onjuist zijn in de mystiek op de eerste plaats een genieten te zien. Dit genieten gaat in hoge mate het lijden gepaard, dat echter gaarne wordt gedragen uit liefde voor God, zowel als voor de naaste met God. Dat is wel essentieel iets, voor de naaste met God meemaken. En dit lijden, zegt Titus, is niet slechts naar de ziel, dat ook naar het lichaam vaak al hevigst en dient tevens tot uitsluiting en onthechting van alle aardse genot. Waarmee hij niet bedoelt dat je niet mag genieten. Maar het gaat om het genot, wordt ook niet verstaan, want dat zou vreemd zijn, deze prachtige aarde. Maar wat hier onder genot wordt verstaan, is onze zin doen. Dat wij onze wil volgen, onze eigen eerlijkheid. Want dat is lijden. Is een abstractie eigenlijk. Wat wij ervaren als lijden heeft te maken met de wijze waarop de wereld, wat het dan ook is, zich in ons leven, in onze geest, in ons lichaam, onze ziel binnendringt. Dus alles wat anders is. Daar hebben we geen macht over, daar zijn we aan overgeleverd. Dat gaat van hoe het met het weer gaat, tot mijn medebroeders en zusters, tot wat er onder is, tot alles wat niet, vrij uit mijn wil kan doen. En heel veel van het lijden is natuurlijk verdiend getroond worden. Lijden helemaal niet, dat zijn weer ongemakjes. Dus daar gaat het niet om, maar het zijn allemaal het dwars liggen, dwars gezet worden van mijn wil. In zijn abstracte algemeen over. Daar verzet mijn wil zich tegen. Dat wil ik niet.
Daarom is de vraag vaak, als mensen iets overkomt, hoe kan God mij dit aandoen? Dat is dan een soort van vervolg wat de conclusie die daaruit getrokken wordt. Wat doen wij met dit gevoel? Dat is de vraag. Met dit gevoel is ervaring overgeleverd te zijn aan de wil van. Aan de wil van. Of een abstracte willekeur, of aan een plot, of aan de wereld, of de wil van een ander. Wij moeten daar mee omzien gaan. Mee in vrije komen, of in verzet gaan. Je kunt allerlei dingen doen. Ik moest denken, toen ik erover nadacht, aan Abel Herzberg. Hij gaf in een van zijn boeken over zijn ervaring met de Holocaust. Hij zat in Bergen-Belsen, heeft het overleefd, 95 geworden, geloof ik. In zijn boek Amor Fati, 7 opstellen over Bergen-Belsen, schrijft hij over een liefde voor het noodlot, voor het lot. Abel Herzberg is een Joodse man, dat begrijpt u, maar hij was niet echt religieus. Ik denk dat hij wel religieuze aard had, maar hij was niet actief Joods religieus. Hij noemt liefde voor het noodlot het omarmen dat wat onvermijdelijk is. Als Jood had hij natuurlijk met die vraag te maken. Op het eind van het laatste opstel, als hij steeds weer met vernietiging dreigde Joodse leven onder ogen ziet, zegt hij, wat blijft ons over? Amor Fati. Zij is ons levenslot. En zegt hij dan, zouden wij dat dan niet in handen kunnen nemen en ten goede wenden? Door iets te doen, te veranderen in deze wereld. Dus hij zegt, als het dan zo is, laten wij dan het in handen nemen en ten goede wenden. Dat is niet een slachtoffer zijn, maar dat is binnen de situatie die gegeven is, het in handen nemen. Dat is iets anders. In handen nemen en ten goede wenden. Dus aanvaarden, onder ogen zien, als uitgangspunt nemen, de situatie, en dan proberen het ten goede te wenden. Dan wordt de situatie als een persoonlijke keuze tot verdieping van betekenis. In het positief accepteren, waarmee je niet wil zeggen dat je onrecht accepteert, maar je accepteert de situatie. Dus in het positief accepteren, integreren en omvormend op te vangen, komt de mens tot een moment van zelfrealisatie. De transformatie en dus tot betekenisgeving. Deze manier van omgaan, van betekenisgeving, geeft in ieder geval ook wel ruimte voor de eigen wil, die juist door het noodlot afgekapt was. Want wat deed Abel Herzberg in Bergen-Belsen? Abel Herzberg was advocaat. Hij richtte daar voor de gevangenen een rechtbank in. Kunt u zich voorstellen? Hij schrijft daarover in zijn boek. Hij richt in de grootste plek van onrecht en willekeur, richt hij met een paar andere advocaten een rechtbank in en dan spreken ze recht. Ja. Over de kleine situaties waar de gevangenen met elkaar strijd over hebben. Dus zij kunnen naar een derde om het gevecht niet onderling elkaar op het leven sturen.
maar zich te onderwerpen aan een derde instantie binnen dit gigantische vlak van onrecht en willekeur. Dat bedoelt hij. Dus het ging over elkaar beschuldigen van het steken van een hoofd bijvoorbeeld, of andere dingen, of nou, mensen maar proberen hun gelijk en hun recht en hun weg te vinden in dat kamp. Het is in handen nemen en aanvaarden. En dus natuurlijk ook niet dat het altijd werkte. En de rechtbank heeft ook niet tot het einde geduurd. Maar het heeft een poosje, misschien al een jaar, heeft het toch wel een functie gehad. Ook niet voor iedereen, maar het heeft wel een functie gehad. Het was een steun tegen de barbarij. Dat was het. Maar goed, je moest wel opkomen. En dat deed hij dus. Dus dat is één vorm van hoe ga je om met het, dat wat je overkomt. Nou, Eddie Wilson, zij besluit bij haar volk te blijven. Andere verwijten weer dat zij zich niet heeft, dat zij niet is ondergedoken. Maar zij besluit in vrije wil bij haar volk te blijven. Dus het gaat om de ruimte die je neemt in binnen de situatie die je gegeven is. Om toch dat ten goede te krijgen. En zo'n betekenis aan je leven te geven. Vanuit ons christelijke standpunt wordt het aanvaarden en in de hand nemen, ook in de hand nemen van de situatie, tot een beslissing voor God. Met God. Dus Christus is voor ons het ultieme voorbeeld. Als de mens die zijn lijden positief, vrijwillig op zich nam en tot uitdrukking bracht, de uitdrukking maakte van de totale overgave van de mens aan God. Terwijl hij toch ook zei: God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar hij ging wel de weg. En daar begon ik met het verhaal van Lidwina Moskram. Ook zij ging binnen de situatie die haar gegeven was, deze eindeloze ziekte op jonge leeftijd, ging de weg die God haar gaf. En ze gaf haar betekenis aan hoe ze met Christus de vriend zal gaan. Ook Titus had het begin van zijn leven, toen hij, zeker toen hij in Amersfoort kwam, al uit handen gegeven. En, zoals hij zelf zegt, ook al in dit zinnetje, ik weet niet wat mij te wachten staat, maar ik weet mij geliefd door God. Hij had zijn lot in de handen gelegd van de Vader in de hemel. En het is wel duidelijk dat dit perspectief van Gods vertrouwen voor Titus het ankerpunt is geweest om soeverein overeind te blijven. Professor van Mierlo, die ook met hem in Amersfoort zat, getuigd. Professor Bransma was fysiek zeer zwak, maar geestelijk van de allersterkste. Hij stond psychisch volkomen boven zijn lichamelijk lijden. Zonder uitzondering hebben we allemaal veel van hem gehouden. Vooral om zijn natuurlijke en bewillige omgang. Haat of afkeer kennen wij niet, nog ongeduld of hardheid. Uit getuigenissen in Amersfoort komen eigenlijk twee beelden van Titus op. Allereerst de zielzorg. Professor Borst, die hij al kende van het ziekenhuis waar hij geweest was vanwege zijn plaats en maag.
was niet in het minst onder de indruk van de terreurmethoden waarmee men ons daar geestelijk en lichamelijk klein probeerde te krijgen. Hij was er dus niet van onder de indruk, ook niet van zijn eigen lichamelijk lijden, was hij niet onder de indruk. Dirk Willem Voller, een protestantse man van 33, dat sinds een aantal jaar, nog niet zo lang, een paar jaar geleden, is daar zijn verslag van verblijf in Amersfoort teruggevonden. Dus de enige man die ooit uit Amersfoort ontsnapt is. Echt de enige. En toen is hij in Amsterdam gegaan, heeft hij een verslag geschreven. En toen is hij weer in het verzet gegaan. En toen is hij dus opgepakt, uiteindelijk. Ik geloof bij de aanslag op de burgerlijke stand in Amsterdam. Hij is afgevoerd naar Duitsland en niemand weet wat er met hem verder gebeurd is, maar hij is nog niet gekomen. Maar die volgende schrijft, die sprak vaak met hem. Hij heeft zo'n godsvertrouwen dat het mij niet mijn kracht geeft. Dus dat is nou een goede en verzield worden. Zijn godsvertrouwen gaf voor kracht. En Max Constam, een latere Europese politicus, die zat er ook, dat is een andere ding, dat kan. Tussen de avondmaaltijd en het moment waarop de lichten uitgingen en iedereen moest gaan slapen, had je een half uurtje voor jezelf. Maar je mocht je eigen barakken niet uit. Dat was ten strengste verboden. Maar Titus deed het toch. Terwijl anderen die schamele 30 minuten aan zichzelf besteden, waagde hij zijn leven om te gaan kijken of elders iemand zijn geestelijke steun nodig had. Met name zocht hij dan gevangenen op van wie hij wist dat ze kort daarop zouden worden geëxecuteerd. Dat maakte grote indruk, ook op mij. Een echte zielenbouwer, herder. En ik zie hem nog, onze barak 3 binnenstappen. Medemenselijkheid was in die tijd op deze plek een schaars goed. Er is dan ook niemand anders uit die Amersfoortse tijd die hetzelfde bij mij oproept als de naam Dieter Hansma. Toch weten wij in de brief van Titus zelf dat hij de meeste tijd in Amersfoort ziek is geweest en dus ook in de ziekenzaal heeft doorgebracht, maar waarschijnlijk ging hij daar ook gewoon naar buiten. Dat hij in de ziekenbarak was opgenomen had wel het voordeel dat hij niet zwaar moest te werken en toen het nog een keer dreigde te gebeuren, hebben zijn medegevangenen de zaak zo geritseld dat het toch alles geregeld werd. Maar ook daar in de ziekenbarak ging Titus zoveel als mogelijk was bij medepatiënten langs. Gelovig, ongelovig, protestant, katholiek, communistisch, dat maakt allemaal niks uit. En Titus moet blijkens zijn getuigenissen zijn taak als de zielzorg zeer ernstig genomen hebben en hij liet geen gelegenheid voorbij gaan. Zijn andere zelfbeeld, wat het gevoel had van wie hij was, was de hoogleraar. Zij was aan de ene kant voor zichzelf uit, de zielzorger, aan de andere kant van zijn, hoe hij zichzelf zag, was de hoogleraar. De professor die lezingen houdt, zoals hij dat altijd gedaan had, over belangrijke figuren uit de Nederlandse vroomheidsgeschiedenis. Een groepje in Amersfoort organiseerde lezingen over van alles, van mechanische onderwerpen tot kunst, wat dan ook, maar het mocht nooit over religieuze onderwerpen gaan. En dus
houdt Titus een lezing onder de titel De betekenis van Geert Groter in onze geestelijke letterkunde en dan het eigen karakter der Nederlandse lijdensmystiek, alsof hij een wetenschappelijke lezing had. Maar deze lezing wordt gehouden op Goede Vrijdag 42. En het is een prachtig hoogtepunt, schrijven getuigenissen, van Titus' verblijf in Amersfoort. Hans Grond, ook iemand die een getuigenis geschreven heeft, zegt: honderden gevangenen waren samengestroomd in het benauwde, rokerige hok, barak 3A. Honderden gevangenen in lompige soldatenuniformen. Honderden magere, kale kerels, door overmatig werk, honger, kou, onzekerheid en onrecht gekweld, uitgeteerd haast. Aan hun achtergrond, rijk, arm, arbeider of geleerde, katholiek, humanist, communist, zigeuner of jood, dat maakte niks uit, van alles door elkaar. Maar zijn eigen lezingen werden bezocht vooral door degenen die mens wilden blijven, die zich niet wilden laten verlagen in hun geestelijke leven. Mens blijven in deze verschrikkelijke woord, zegt hij. En dan beschrijft Hans Grond hoe Titus er stond. Klein en zwak stond hij daar. In zijn vrouwenuniform, zich steunend tussen twee krillen. Met een zwakke, monotone stem sprak hij in de doodstille ruimte, waar honderden strakke gezichten naar hem gewend waren, waar honderden harten bloemden naar woorden van goddelijke barmhartigheid en liefde der mensen. Zonder enige retoriek, met camouflage van eruditie, sprak hij woorden van simpele wijsheid die recht van hart tot hart hun weg vonden naar zijn toehoorders. Er is een tekeningetje gebleven van iemand die dat uitgetekend, van een gevangene die dat uitgetekend heeft. En dan zie je door een heel klein figuurtje, het tekeningetje is niet groter dan een A5'tje. Al die barakken, al die koppen, kale koppen, zo. Een heel mooi ontworpen tekeningetje. Kijk, Titus, als docent aan de Nijmeegse Universiteit, had hij niet bekend gestaan als een groot retorisch talent. Maar door het of door de omstandigheden kwam, of door de bijzondere gedrevenheid van dat moment, want iedereen wist het. Ook de humanisten en communisten dat het Goede Vrijdag was. En dat was toen nog wel iedereen aan de betekenis van het. Het heeft grote indruk gemaakt. Velen hebben het geschreven naar de hand. En Geert Groter in deze meditatie over de lijdensmystiek. Geert Groter, Augustinus, raadt zijn leerlingen aan om als dagelijks oefening over het lijden van Jezus te mediteren. En dat van Titus dus zijn gevangenen, zijn toehoorders, voor. Dit wil Titus brandslaan dan ook ons voor. Een machtige steun in onze moeilijkheden. Het dagelijks overleven van Gods lijden voor ons, waardoor ons lijden voor hem slechts vruchten zou betekenen. Dus Gods lijden voor ons konden wij opdragen, kunnen wij opdragen en meelijden met ons lijden. Door ons lijden voor hem te laten zijn. Wederkeren.
liefde het lijden tot stand wordt gebracht. Dus het dagelijks overwegen van Gods lijden voor ons, waardoor ons lijden voor hem slechts vreugde zou betekenen. Een veelgehoorde waarheid dus, maar zich als God, die in dit milieu echter voor ons tot een geheel nieuw groep werd, waardoor het ons mogelijk werd met liefde door te gaan. Daar waar menselijke wijs gesproken slechts haat zou kunnen geven. Alleen al om deze woorden, de laatste die we van hem zouden horen, was Titus Mans naar leven, priesterschap in gevangenneming, simpel. Dus alleen vanwege deze woorden zou het leven van Titus in gevangenschap, zijn priesterleven, zegt hij, simpel zijn geweest. Dus, ik moet bekennen dat ik dat nauwelijks na kan voelen, hoe dat zou werken, maar ik zit niet in zo'n situatie. Maar ik vind het wel ontroerend en het is duidelijk dat er zo door zoveel mensen daarna over geschreven is. En zelfs iemand als, ik ben eens een naam, een communist, heeft later geschreven hoe ze hier nou van onder de indruk was. Dus eigenlijk was iedereen nog achtergrond die op had, was daar zeer van onder de indruk. Daar heb ik een klein A4'tje van, is daar een A4'tje van bewaard gebleven. En heeft Titus gewoon dat punt opgeschreven. Nou, je snapt niet dat het zo'n verloren leden kan worden, maar dat zal allemaal niet geweest zijn. Misschien was het zijn vroegheid wel die de anderen zo diep geraakt heeft. In dezelfde tijd in Amersfoort schrijft hij het volgende gedicht, het staat op het papier. Het leed kwam telkens op mij aan, onmogelijk om het af te leren. Met geen tranen te bezweren, ik had het anders lang gedaan. Toen ging het boven op mij staan, tot ik stil lag, zonder wenen, duldend, wachtend moest ik leren. En toen eerst is het heen gegaan. Dat is nu al een poos geleden. Ik zie het nu van ver af. En ik begrijp niet waarom toch. Ik toen zo geleerd en veel geleden. Ook dat gedicht is uitgebreid rondgecirculeerd. Niet alleen van Amersfoort, maar ook na de oorlog. Toelaten kan een heel lang proces zijn. En pas
toelaat. Stil liggen zonder benen, onder ogen zien. En als het dan voorbij is en als het toegelaten is, dat is nu al een poos geleden. Ik zie het nu van verre nog en ik begrijp niet waarom toch ik toen zo leed en veel geleden. Ja, dat is wel achteraf. Dan kun je denken, oh, ja. Misschien moet zo zwaar of zo erg. Maar het leider van Tietelman heeft nog twee staties gegaan. Na Amersfoort wordt hij opnieuw naar Scheveningen gebracht. Voor nog een week of drie, vier. En daar heb ik gisteren al, of vanmorgen nog voor gelezen over wat Cornelis de Graaf schrijft aan Titus hun cel werd binnengegooid. En dat Titus zijn standpunt niet veranderde, volop hadden, wordt hij veroordeeld tot concentratiekamp Dachau, wies zo'n kriegsende. En wordt Titus overgeplaatst naar de gevangenis van Kleef, net bij Nijmegen over de grens, om daar te wachten op transport. In Kleef was het regime niet zo zwaar. De gevangenis was onder leiding, was een gevangenis die al bestond voor de oorlog en voor het Hitlerregime. En de leiding was niet veranderd. De leiding bestond niet onder de SS. De SS kwam wel weer, maar had bijvoorbeeld geen bevoegdheid om de cellen in te gaan. De SS had daar maar heel weinig bevoegdheid. En er was een goede pastoor, gewoon een goede directeur. Maar die goede pastoor was een anti-natie, die wel vrij toegang had tot de gevangenen. Kaplan daarom. En ook hij heeft een groot getuigenis geschreven. Deze brengt hem extra eten, soms van zijn moeder. Zijn moeder van pastoor daar, van die koop daar weer. Zo. Hij kan weer een stiefel ontvangen, wat voor Titus heel belangrijk is en voor alle gevangenen steeds. Hij kan biechten, maar ze daarvoor. Er werd niet veel gebiecht. Het was wel een goede gelegenheid om met elkaar de zaken door te praten. En te kijken wat er nog gedaan kon worden. En ook ooit iets over iets anders te hebben. Daarom is na de oorlog ongeveer kans, geloof ik, of zo. Dus dat helpt wel een goede gesprekspartner met Titus. Hij schrijft, net als alle anderen, vooral over de rust en de gemoedelijkheid van Titus. Titus probeert wel nog te ontkomen aan Dachau door een verzoekschrift in te dienen. Zijn zieke situatie te beschrijven, dat hij zeker Dachau niet zal overleven. En hij vraagt of hij dan bijvoorbeeld in een Karmelklooster in Duitsland opgenomen kan worden. In Bamberg of Mainz zou hij groot klooster zijn. Maar in de nachten daarop het antwoord van verzoek zit, wordt ondertussen voordat de andere komt voor Titus afgevoerd naar de gauw. En dan schrijft over hem. Titus Brandsma was een man met een stille energie. Hij straalde levensmoed uit die hij ook overdroeg op anderen. Al zijn opvattingen, woorden en handelingen werden vanuit het centrum van het geloof geleid. Daar hadden alle leidensstaties tot aan Kleef niets aan. Hij leefde volledig in geloof en uitgeloof.
Ik ben ervan overtuigd dat Pater Titus hier als eregevoel van zijn leven was en dat hij steeds de eeuwigheid voor ogen had. Anders is zijn houding niet te verklaren. Op 13 juni wordt Titus samen vastgeketend aan dominee Kapitein op transport gezet naar Bagal, waar hij op 19 juni aankomt. Die tocht duurt dus 6 dagen. En de laatste dan begint.